And you could win it, bro. Absolutely. Hey, beste kijkers. Leuk dat jullie er weer zijn. Kom binnen. Dit is Maysam. Hij is 13 jaar en woont in Amsterdam. Maysam komt uit Afghanistan. 4 jaar geleden moest hij vluchten met zijn familie omdat het daar te gevaarlijk was. Al meer dan 30 jaar is er oorlog geweest in zijn land. Ik woon nog steeds in het oude huis met mijn moeder en mijn zusje. Hallo, pasta. Welkom. En ik heb nog steeds mijn oude kamer. In mijn kamer is eigenlijk niet zoveel veranderd. Nog steeds die kleine ruimte. Ik vind het echt geweldig dat Basta er hier is, weer, na 10 jaar. En zoals je kan zien, denk ik dat er echt heel veel veranderd is. Ik, mijn zusje, mijn broertje en mijn moeder, we zijn echt, hoe zou ik zeggen, we zijn echt gewend geraakt hier. Het is heel veel makkelijker voor ons, het is ook veel leuker hier om te zijn. En wat is er dan met je vader gebeurd? Hij is naar water gaan halen. En dan is hij gewoon water voor iets aan, niet drinken, maar voor iets anders, ik weet eigenlijk niet. Is gaan halen, speciaal water is gaan halen. Is hij niet gekomen? Wij wisten niet waar het was. 1 week na 2 weken gingen we wachten. Mm-hmm. Nee, waren we bang. Gingen we ergens anders wonen. Het enige wat wij hebben gehoord is dat, het is niet helemaal 100% bevestigd. Maar wat wij hebben gehoord is dat hij vermoord is, dat hij toch dood is. En en ook over mijn broer hetzelfde. Dus ja, het enige wat ik van mijn vader ooit heb geleerd is gewoon doorgaan. Doorgaan met je leven. En ze zullen er altijd zijn, ook diep in mijn hart. Als ik nu terugkijk op onze komst naar Nederland, dan denk ik dat ik eigenlijk wel blij ben dat we de keuze hebben gemaakt. Tenminste, mijn moeder. Daar ben ik blij om dat ze de keuze heeft gemaakt om hier naartoe te komen. Voor de rest is er veel met mij veranderd. Ik ben nu meer met dansen bezig. En ik zit nu ook in het programma So You Think You Can Dance. Zoals je ziet, heb ik dit allemaal bereikt. En als je dromen hebt, zou ik ze gewoon volgen. Maar als je echt ervoor gaat, dan kan je het ook bereiken. Zoals ik. Heb je Maysam gezien in onze jubileumaflevering? We volgden hem ook tijdens de repetities van So You Think You Can Dance. Het gaat best wel goed, alleen ik heb wel spierpijn en vermoeid, maar dat hoort erbij natuurlijk. Ik heb echt naar mijn zin en het avontuur begint nu pas eigenlijk een beetje. Heel erg spannend, maar op dit moment voel ik hem nog niet aankomen. Ik denk dat de zenuw wel komt wanneer ik hoor van... Binnen 5 seconden beginnen we. 5, 4, 3, 2. Ja, dan denk ik dat ik hem wel begin te voelen. Op dit moment ben ik echt meer bezig om alles wat ik hier krijg, om dat te onthouden en proberen te perfectioneren en proberen te laten zien wat de choreograaf wil. Ik probeer van elk moment, elke minuut te genieten die ik hier heb. Want het kan ook zo over zijn.